Ai, 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 ai. Het is niet over te nemen, maar ik ben zo kapot. Maar slechts 72,2 kilometer. Kanonnen, kanonnen. Ik wil deze video op YouTube zetten. Natuurlijk voor alle wielrenners. Dus ik zal me inhouden. Maar wat ik voel is echt zo drama. En ik ga me zo laten zien, het ziet er echt niet uit. Zo bezweet. We hebben gewoon heel hard gefietst met de groep. Rondje van ja, ongeveer 68 kilometer. En dat is dan, we beginnen zeg maar na 4 kilometer. Want ik moet natuurlijk nog naar de start rijden. En fietsen in de groep is super. En echt onderling competitie is super mooi. Maar soms als je te weinig tussen aanhalingstekens en nog meer aanhalingstekens. En nog meer aanhalingstekens kopmannen hebt. Waar ik mezelf van even onder schaar. Dan wordt het gewoon zo zwaar. Dus komt-ie. Zo. En dat heb ik al 6 keer zo gedaan. We hebben echt zo hard gegeven ons doen. Hè? Ik bedoel, misschien rij jij zelf gemiddeld 45 en dan is het appeltje eitje. Maar dit is voor ons serieus hard. En gemiddeld. Ik zou dan op dat ding moeten gaan kijken. Maar ik wil eigenlijk gewoon even blijven zitten praten. Maar ik schat dat we 38 gemiddeld hebben gereden. En dat is voor ons ook gewoon hard. Zo snel. En dan ben ik echt helemaal opgebrand, opgeblust. Dus daarom het woord kanonnen. Maar het gaat wel om het ook tussen aanhalingstekens, om het doodgaan. Maar dat vertel ik zo wel even. Eerst even een mooi uitzicht. Ik zit hier op een rustige weggetje. Het is ongeveer, nou ja, je ziet het. 73,8. Want er waren heel veel auto's. En het gaat dus om het doodgaan ook tussen aanhalingstekens. Je moet natuurlijk niet spotten. Maar als je een beetje van de wielrennerij bent, dan weet je dat de term doodgaan best wel veel gebruikt wordt. Dus ik vond het op zich in deze video net kunnen. Zo niet. Kruisje, klik, video weg. Want wat is nu doodgaan op de fiets? Het is het gewoon eigenlijk is het een, iets anders dan heel hard kunnen rijden. Het is ook, je hebt ook de term doodgaan met hardlopen, met schaatsen, met andere duursporten. Ik wacht op de auto. Het betekent eigenlijk dat je gewoon heel lang redelijk tegen je limiet kan rijden. Je hebt natuurlijk hartslag meten met je maximale hartslag en het omslagpunt. Dat betekent gewoon dat je heel lang zeg maar, in het rood kunt rijden. En dat is volgens mij de meer nette term. Dus heel lang in het rood rijden. Het is mij vanavond goed gelukt, moet ik zeggen, voor mijn doen dan. Soms gaat het gewoon echt een heel stuk makkelijker dan andere dagen. Vanavond ging het echt heel goed. Dat betekent dat ik eigenlijk al op de helft zo'n beetje zoiets had van nou, het is wel mooi geweest. Misschien moet ik maar even achter in de groep gaan rijden. Ik laat heel even het uitzicht zien jongens, want dit is zo mooi. Ik doe het ook voor hè, mooie plaatjes. Ik maak er ook ondertussen gewoon een foto van. Zet ik op mijn Strava, dus als je Strava hebt, volg me even. Er komen nog meer auto's aan. Maar het is eigenlijk dus net als met het hardlopen, schaatsen. Ja, echte duursporten. Dat zijn toch wel de grootste 3 duursporten bij ons in het land. Natuurlijk heb je natuurlijk in Scandinavië en in de Alpen ook meer de biathlon. Met de langlauf. En langlauf is eigenlijk de sport. Dat is de ultieme sport voor mensen met heel veel kracht en conditie. En doorzettingsvermogen. En ja, dat is, ik denk, nog een kleine overtreffende trap. Maar je hebt gewoon renners, die heb je ook in het profpeloton, die gewoon heel goed in het rood kunnen rijden. Die heel goed af kunnen zien, stuk kunnen gaan gedurende langere tijd. En bij ons ook in de groep, daar heb je gewoon mensen. Je weet gewoon, dat is gewoon een super goede fietser, die kan gewoon echt hard rijden. Maar die kunnen niet gewoon heel lang in het rood rijden. En je weet, op een gegeven moment is het gewoon klaar. En ik heb dan het geluk dat ik, ja, denk relatief voor recreant niveau heel lang in het rood kan rijden. Ik heb dat veel geoefend met hardlopen, met halve en hele marathons. Dan heb je soms echt wel dat je op kilometer 3, 34 bent.
eigenlijk al een beetje klaar is met de marathon. En had een klein beetje mijn weg dan. Ik heb een man met de hamer. En om dan niet stil te vallen, om dan zeg maar gewoon te blijven rennen. Niet gaan wandelen, niet gaan zitten. Zeker niet gaan liggen, maar gewoon te blijven hardlopen. Dat heeft me heel erg gesterkt in het kunnen afzien, het kunnen doodgaan, het in het rood kunnen rijden. Oh ja, natuurlijk, laatste sport. Goeie, nog zo'n sport. Een echte krachtsport. Sterker nog, ik denk dat roeien misschien in ieder geval echt een sport is die veel oefent, maar ze ook redelijk in het rood rijden. Hoe heet? Wat is het? Rijden, volgens mij is het. Doe jij? Roeien, ja. Wil dat kunnen roeien, volgens mij. Kun je dat trainen? Ja, dat kun je best trainen lang in het rood rijden. Ik denk dat je er ook wel een beetje aanleg voor moet hebben. Maar het is gewoon heel veel doen. Heel goed warm rijden. Niet echt in interval, maar gewoon in de groep. Ja, het is toch een beetje het wat je kop over kop rijden. Maar als je alleen gaat, is het echt een kop op trainen. Als je in een groep bent, als je kunt optrekken aan anderen die beter zijn, dan kun je het op zich best redelijk trainen. En ik weet gewoon dat er best veel renners zijn. Die er helemaal niet van houden. Die zeggen van ik wil best hard rijden, ik wil best een sprintje rijden, ik wil best een klimmetje oprijden. Maar heel lang in het rood rijden vind ik gewoon niks aan. En wat doen ze dan? Die haken snel af, dus die gaan snel achter in de groep rijden. En ja, zo train je dat natuurlijk niet. Een andere plek waar je heel goed kunt leren in het rood rijden op je fiets is in de Alpen. Of in de Dolomieten of waar dan ook. Als je gewoon heel lang een berg op moet, stel dat je de Galibier op fiets. Of iets lager, op de West, of de Mont Ventoux. Dan ga je gewoon heel lang, continu, lekker omhoog. En dan ook ga je niet zo hard. Als je dan gewoon tegen 11, 12, 13, 14 procent aan het fietsen bent, sta je light. En je bent met jezelf in de warmte. Misschien een paar vliegen om je hoofd. Dat is het moment waar je ook echt jezelf tegenkomt. Waar je gewoon echt goed kunt afzien. En wat is er nu leuk aan? Ik denk dat ik dat tot een andere video overlaat. Want ik blijf het ook een lastig onderwerp vinden. Maar ik vind het op zich, het heeft wel wat. Het heeft wel wat. En ik denk, natuurlijk raar hè, dat mensen dat doen. Hè, dat ze niet gewoon gaan tennissen of volleyballen. Dat is natuurlijk veel meer een sport waar een spelelement in zit. Maar het afzien natuurlijk veel minder van belang is. Ik denk dat een profvoetballer, bijvoorbeeld een middenspeler, die moet natuurlijk ook enorm kunnen afzien. Want blijven rennen, blijven die intervallen steeds weer opschrijven. Ik denk dat het ook wel heel erg heftig is. Maar die echte spelsporten, die op een klein veld, die hebben dat helemaal niet. Waarom kan je dat niet doen in plaats van fietsen? Ik laat dat voor een andere video over, want anders wordt deze wel te lang. In ieder geval, mijn ervaring met het afzien. Hopelijk heb je er iets aan gehad, misschien nog helemaal niet. En denk je, waar gaat het over? Ik wil gewoon een rondje fietsen. Ik wil helemaal niet afzien. Ik wil niet in het rood rijden. Ik wil niet doodgaan op de fiets. Hoe dan ook. Ik zou zeggen, succes fietsen. En probeer ook die mooie plekjes op te zoeken. Zoals hier. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Misschien nog wel meer dan in het rood rijden. Oké, hoi.